Nu speechen, hè? Ja. Dames en heren, Luc, bedankt voor de warme woorden en ook Marieke, bedankt voor deze trofee. Een carrièrester, ja, wat is dat nou? Mensen vragen dikwijls, wat is er in al die jaren nu op televisie veranderd? Nou, niet zoveel eigenlijk. Vroeger waren die televisies zo dik en wij waren smal. En nu... flatscreens. Maar voor de rest, inhoudelijk is er niet zoveel veranderd natuurlijk. Ik dank de Academie en de Academie is in goede handen met de nieuwe voorzitter Luc Appermond en Chris aan het stuur. Dus veel geluk, jongens. Ik begrijp het niet zo goed waarom die Academie aan mij denkt voor een carrièrester. Ons allemaal in goede banen leiden en ons dan ook al die jaren blijven volgen is met een kritisch oog en een kritisch oor. En ik zeg ons, omdat er hier velen in